De onderzoeken kijken naar het verschil tussen koud water en geen herstel. Ja, mensen willen iets doen. Ja. Een atleet. Niets doen voelt als ja, doen. Precies. Je ja. hebt iets Ja, ik ben goed bezig met mijn herstel. Nou. Welkom bij de Slimmer Presteren Podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle man in Lycra, Gerrit Heiko, Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over sneller herstellen van het sporten door een koud waterbad. Zinvol of onzin? Een duik in het koude water blijft ongemeen populair onder gezondheidsgurus en atleten. Een koud waterbadje hielp Femke Bol zelfs aan goud tijdens de WK Indoor in 2024, al dus de media. Bol legde uit dat ze de kou opzocht om sneller te herstellen na een race. Werkt kou inderdaad goed voor het spierherstel na een zware inspanning? En maakt het erbij nog uit of je in een bad of een vriescabine stapt? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1, druk nu gelijk even op abonneren zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2, weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder en 3, deze de podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jürgen, hey, goedemorgen. Dude. Goedemorgen. Vrijdag 12 april komt deze aflevering in iedere favoriete podcast spelen. Kortom, nog oh nee. twee nachtjes en dan ga jij starten aan de Marathon van Rotterdam. Ja, daar lijkt het wel op te gaan worden, ja. Ja, ja. heb jij uh, zondag je ijsbad al klaarstaan? <laughs> zondag, dan wel na afloop, denk ik, hè? <laughs> ja, precies. Uh, nou, laat ik eerst maar eens gewoon gaan rennen en dan zie ik wel of ik dat bad in wil. Nee, ja, ehm... Uh... Ik euh, nee, ik heb eigenlijk helemaal niks met kou, maar ik vind daarom wel goed om het dus, euh, erop te zetten. Ik ben er dus eentje die echt, ja, sommige mensen die vinden het heerlijk, merk ja. ik, ook ja. om me heen. Maar ik, euh, ik heb jou laatst verteld, waar jij vroeg aan mij, waarom kom je op, op, op maandag eigenlijk nooit meer zwemmen? En dat heeft alles mee te maken dat ik gewoon de temperatuur van het water bijvoorbeeld te koud vind. Ja, precies. En oh. uh, dus ja, ik ben dus ook een, geen koud doucher. Nee, helemaal nee, niet. Ook Ik geen ijswaarden, nee, 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 nee. Dus eigenlijk die marathon, prima. <laughs> maar als je mij vraagt, ga je een afloop in een koud waterband? Nou... Nee, liever niet. Dan, nee. dan draai ik om, denk ik net, voor de finish, als, het, als dat moet. Ja. Het is niet de eerste keer dat we het over kou en herstel hebben. Aflevering 2 hadden we het er al heel kort over. Dat is inmiddels ruim 4,5 jaar geleden. Mm -hmm. uh, met Kas Voeks hadden we het erover ja. in aflevering 130. Um, we hebben zelfs onlangs nog uh, Marlies gehoord in haar snelle bijdragen. Die zei: Ik heb geleerd van de Slim Besteren Podcast. Wa uh, koud water baden zijn ja. onzin. Ik zit lekker in een warm bad. Maar ja. We moeten het er toch weer over ja, hebben. Nou ja, vond ik wel. Want het blijft terugkomen. Ja. Komen misschien nieuwe studies uit. En uh, eigenlijk, ik heb voor uh, Topsport Topics. Er echt is goed in alle literatuur moeten duiken. Voor de nieuwe luisteraars, wat is topsport? Topics? Ja, dat is een website die gemaakt is eigenlijk om alle informatie te bieden voor coaches, trainers, atleten in het, in het hoogste segment, in de top. Ja. En om op die manier mensen dus bij te praten over nieuwe ontwikkelingen die er zijn. En uh, nou, zij maken ook naar aanleiding van een aantal onderwerpen, fact sheets daaromheen. Ja, ja, zij, in dit geval, dus jij. Ja, ja in dit geval werd, werd ik gevraagd van. Uh, ja, dan kun jij dat voor ons doen. Ja. En uh, ja. Uh, dus je hebt dat... nog een keer alle wetenschappers ja. goed naast elkaar. Want er gezet, lag wel wat, afgevogen. maar die was alweer wat verouderd natuurlijk. Komt veel uit. Uh, atleten blijven toch doen. Ze blijven het doen, hè? Want en, dat was natuurlijk uh, mede. Ja. Veel mensen wisten ons te vinden ja. via het slimmerpodcast op Instagram, via post slimmerpodcastnl Met die foto. En onder andere het NOS-artikel. Maar bijna ja. alle media schreven erover van. Femke bol op zaterdagavond. Ja. In haar douche op de hotelkamer. In een soort plastic kinderbadje. Vol met ijsblokjes. Is een goed verhaal, zeker. Ja, en, uh, maar en er ja, werd ja. zelfs gekoppeld. Zo ja. won zijn goud op zondag. Ja, en daar moet ik wel een beetje van. Ik denk, oh, is dat het. het, het ja, dus de, ja, wat is het gevolg? Gaan uh, atleten dit nadoen? Denken ze, ze nou, als Femke het doet, dan ga ik ook harder lopen. Ja, het is toch wel goed om de juiste informatie, denk ik, vanuit de wetenschappelijke kant uh, te geven. Ja, dat nou, die kun je vinden in, uh, in de factsheet sowieso. En, uh, maar die kan ik nog wel even gaan samenvatten hier. Ja, ja op het einde van deze aflevering gaan we zoomen met Vroemen. En dan gaan we ook eens even aan hem vragen hoe hij kijkt tegen ja. dat ijsbadje van Femke Bol. En uh, hoe uh, hij weet of atleten van hem met elkaar hmm. omgaan. Maar voor ons als amateurs, die moeten weten: is dit nou zinvol of onzin voor onszelf? gaan we het hebben over wat is het effect van een koud bad op je lichaam? Ja. Waarom zoeken die sporters die dat doen dan die kou na inspanning? Bevordert die kou dan eigenlijk wel het herstel? Waarbij we duidelijk in deze aflevering dadelijk even weer een onderscheid moeten maken tussen herstel op een korte termijn en adaptatie, oftewel de aanpassing naar sporten van je spieren. Mm -hmm. Zitten er nog nadelen aan? Nou, daar komen we dan ja. snel genoeg achter. En maakt het eigenlijk uit of je in koud water. Of in een soort vriescabine-cryotherapie gaat zitten. Ja. En misschien moeten we daarbij ook eens even kijken bij wat voor soort inspanning het nou zin heeft. Want uh, ik vroeg het al: heb jij het koude al klaarstaan voor je marathon zondag? Ik zag in een van onze appgroepen ook rondkomen. dat er ook voor ja. zondag mensen met een soort cryotherapie pakken klaarstaan. Ja, nou ja, of dat zinvol verbaast, ja. is, ja. Nou, nou, gaan we goed. maar eens luisteren. Kijk, dat is wel goed om te melden. Uh, kijk, als het bloedje heet is zondag. Ja. En ik met een halve hitteberoerte over de finish stap, et cetera. Dan, uh, ja, dan denk ik dat het ja. prima is om in zo'n uh, bad te stappen. En dan, ja, we hebben het eerder over gehad in onze afleveringen over omgaan in de hitte. Ja. Nou, daar is het doel dus echt om die kerntemperatuur. Zo laag mogelijk te houden, om die in ieder geval niet uh, boven de 40 te laten op, op, uh, doen opkomen. En wat kan je daartegen doen? Is van tevoren koelen, tijdens koelen, koelvesten, maar ook als het echt al misgaat, je komt over die finish of het is zo snel mogelijk in een koud waterbad. En dat gebeurt ook. Hè? Ik bedoel, exact. Dus dan heb je hier eigenlijk bij... weer een derde ja. uh, omgeving waar ik koud gebruik. In dit geval dan om je terug te koelen als je overhit bent. Ja. We zeiden al, we moeten onderscheid maken tussen herstel en adaptatie. Laten mm -hmm. we voor de we erin duiken, dat even doen. Ja. Herstel bevat allebei. Maar je hebt als het ware het zo snel mogelijk... opnieuw klaar zijn voor een nieuwe inspanning. Ja. Dat wordt vaak bedoeld met herstel. Ja. En dan het andere, adaptatie... valt vaak ook onder herstel. Maar wat is dat precies? Joh? Ja, nou ja, goed. Dat komt een beetje op de, de algehele... trainingstheorie. Wat, wat doet training? Wat is een trainingsprikkel? Nou, die heb je nodig. Dus het lichaam... die, uh, die zorgt precies... hij nou, heeft gewoon een, een potje met energie... En heeft hij nodig eigenlijk om uh, te kunnen leven en die dingen te doen die je wil doen. En als jij dan besluit van ja, maar ik wil een marathon gaan lopen of ga trainen of ga extra sporten. Dan denkt dat lichaam, hé, hey, dat zijn prikkels. Daar ben ik nog niet helemaal voor uitgerust. Dus uh, nou, uh, als dat lichaam dat vaak wil doen, dan moet ik me daarop uh, aanpassen. Dat is adaptatie. En dat doet hij in ieder geval op, op spierniveau door juist uh, ja, extra spiereiwit aan te maken. Cas nou, Fux heeft het daarover gehad. Het is dus gewoon uiteindelijk eiwitten die, uh, die je inneemt, die worden uh, nou ja, op een, uh, via een speciale route, komen die weer terecht in jouw spieren. Mm -hmm. heel uh, ingewikkeld proces zit daar wel achter. En dan denkt dat het lichaam, oké, okay, dat is mooi, dan de volgende keer als ik diezelfde prikkel weer ervaar, nou dan moet ik daar tegen bestand zijn. Dan moet dat minder nou ja, of beschadiging geven, spierpijn, vermoeidheid. Alleen ja, op het moment dat jij blijft trainen, andere prikkels aanbieden, moet dat lijf continu weer even reageren en zich aanpassen, adaptatie. Nou, en dat, dat adaptatieproces, dat is een langdurig proces. Het is nou niet dat je met één training meteen klaar bent voor een marathon. Daar gaat het weken overheen. En het is ook niet zo simpel, dus dat als jij een potje yoghurt opeet, dat je daarmee een dag later ineens uh, hele dikke spieren hebt, omdat nee. al het eiwit is opgenomen. Nee. Dus het is een, dat is het langzame trainingsproces. En dat uh, ja, is onderdeel spieren, van de adaptatie aan trainingsprikkers. Ja, spieren aanpassen en allerlei aan... dingen in je lichaam ja. gaan zich aanpassen aan belasting. Herstel, laten we, de, laten we die hmm. twee termen dan maar nu naast elkaar zetten. Herstel en adaptatie. Herstel gaat eigenlijk veel meer om, om uitgerust en klaar te zijn voor de volgende inspanning. Toch? Ja, herstel is eigenlijk dus, je gaat inspannen. Eh, vooral als je zwaar gaat inspannen. Ja, je merkt het meteen als je over de finish komt. Of de uren daarna, je bent gewoon moe. Ja. Punt. Uh, de dag erop heb je uh, vaak wat spierpijn, uh, stijfheid, et cetera. En eigenlijk denk je, wanneer kan ik weer eigenlijk dezelfde inspanning leveren uh, als ik de laatste keer deed? Ja. Dus in dit geval, nou bij Femke Bol is het logisch, als hij twee keer op een dag een 400 meter moet uh, ja, uh, rennen, ze moet series lopen, ja, halve finales. Dan finale. gaat het bij haar om wanneer ik ben het herstel, als ik eigenlijk in die finale in minimaal op hetzelfde niveau zit als uh, in de halve finale. Ja. En dat is alleen... daar word je uiteindelijk... Ja, voor, als, je, als je op deze manier herstelt... word je niet beter natuurlijk. Want je blijft gewoon eigenlijk nee, op dat en, maar niveau. Maar dat is ook niet haar doel nee. in dat toernooi. Nee. Nee, exact. Zij moet zich zo snel mogelijk klaarmaken... voor de volgende heat. Ja. Dat zien we bij Short Trackers. Dat zien we bij Precies. de baanwieljanners ja. die we vorige week ja. spraken. Ja. Dus dat is dan even nu wat we bedoelen met de term herstel. Mm -hmm. En adaptatie, dat bedoelen we dan even... het langere ja. proces mee. Ja. Laten we bij het begin beginnen. Wat doet kou, ijs, koud water, op mijn benen, spieren, ja. wat, wat doet het op mijn lichaam? Ja, dat is eigenlijk, nou ja, uh, laten we het simpel houden. Maar je moet wel rekening houden, met hangt er nog vanaf hoe lang je in, in de kou gaat zitten. Ja. Uh, laat het voor het gemak om over het water hebben. Welke temperatuur daarbij hoort. Uh, maar in principe, uh, het lichaam... In eerste instantie, als jij in de kou stapt, uh, heeft, ja, dan in een koud waterbad in de zee, dan merk je dat je ademhaling flink omhoog gaat, uh, hartslag omhoog, uh, bloeddruk omhoog. Ja, dat is de cold shock response. Mm -hmm. En dat is eigenlijk uh, jouw uh, receptoren. Dus dat zijn sensoren in je huid. Denk van shit, er komt iets heel kouds aan. Ja. En Ik zet met schrap. Die zenden precies een signaal naar je hersenen. En dat reageert eigenlijk als een soort fight-flight. Dus eigenlijk sympathische respons. Wow, dat is even, even schrikken, even aanpassen. Nou, uh, dus dat verklaart even hoge ademhaling. Hyperventilatie soms ook wel als het uit de hand loopt. Uh, hartslag gaat omhoog, bloeddruk. Dat is in de eerste seconde. Dat hè? is echt, ja. Het duurt misschien 1, 2 minuten. Uh, maar wat. Heel erg gebeurt dat het lichaam denkt, ho, ik uh, moet in ieder geval mijn kerntemperatuur, dus in mijn temperatuur in mijn binnenste organen, moet op, de, op peil blijven. Dus ik ga mijn huid eigenlijk afknijpen. De bloedvaten gaan naar dicht, waardoor de buitenkant je huid wordt uh, uh, kouder. En eigenlijk de, de circulatie van het bloed blijft in het lichaam. Nou, nog even... Alle mensen die natuurlijk vaak koud douchen, et cetera... en in een koud waterbad bad, zullen zeggen... ja, maar bij mij is dat niet meer. Ik ga daar niet meer van hyperventileren nee, of noem maar op. Die shock, dat, uh, dat, ja, die is Ja, daar gedemd. kun je aan wennen, daar kun je op trainen. En we weten donders goed dat als jij je ademhaling rustig probeert te houden... dat je dat dan op die manier eigenlijk kan tegengaan... of dat prima kan handelen. Ja. Alleen als je dan uh, na drie minuten langer blijft zitten... Uh, in dat bad, dan gaat die, uh, ja, dat, dat lichaam blijft, uh, ervoor knokken om die, uh, te zorgen dat de kerntemperatuur uh, niet omlaag gaat. Mm -hmm. Dus je zult zien dat ook je, uh, de bloedvaten van jouw spieren, onderhuids eigenlijk uh, aan de periferie, aan de buitenkant, die gaan ook knijpen. Dus je spieren worden ook kouder. Uh, en dat, eigenlijk breidt zich dat in de loop van de tijd uit echt naar het middelste. En op een gegeven moment kan je mogelijk ja, niet meer die kerntemperatuur laag houden. Want daarvoor is het dan gewoon te koud, zit je te lang in het water. Laag houden? Hoog uh, houden. Hoog, ja. ja, ja, ja. En, de, en wanneer dat nou precies gebeurt, ja. Uh, goed, volgens mij in het, uh, de aflevering over de. Sporten in de kou, Ja. We hebben we het over gehad. Dat mensen op zich veel beter tegen ja, een verlaging van de kerntemperatuur op de kou hoeft niet fataal te zijn. Helemaal. Aflevering 121 okay. was dat voor de meeschrijvers, want staat in is, de show notes. Er is ooit iemand gevonden met een kerntemperatuur, meen ik, van 13,7 graden. En die heeft het uiteindelijk overleefd. Is weer teruggekomen, zeg maar. ja. Dus het mooie daaraan, want dan het metabolisme, de stofwisseling gaat omlaag. Uh, eigenlijk een soort ja wat gebeurt in de winterslaap uh, bij allerlei dieren dat uh, maakt het lichaam ook mee dus ook die spieren uiteindelijk ja het metabolisme, dus het, het gebeurt minder komen een beetje in een rusttoestand en daardoor is een beetje het idee ontstaan van hé, hey, is dat misschien niet goed of is dat juist goed om sneller te herstellen geeft die spieren eigenlijk de kans om hun stofwisseling echt snel omlaag te brengen ja. dat ze niet aan het na Branden zijn, zullen ja. we maar zeggen. Ja. Uh, dat is eigenlijk het idee erachter waarom er mensen nog steeds denken van, of zeggen van, ja, daarom zou uh, de kou op zoek ja, goed in zijn feite, voor het spierherstel. De kou aan de buitenkant zorgt dat eerst in de huid, dan in ja. de spier, langzaam het bloed eruit getrokken wordt. Ja, en nou de ja, stofwisseling als ja, het ware omlaag gaat. Ja, ja. En wat ik hier in deze podcast wel eens geleerd heb over stofwisseling na inspanning, leidt tot hele kleine Beschadigingen in je spiervezels mm -hmm. die wil dat lichaam gaan repareren, ja. dat is onderdeel ja. van dat adaptatieproces. Ja. weer. Hè? en dat doet hij door de juiste temperatuur, kleine ontstekingsreactie ja. in te steken, precies. En daar en dat wil je is, dan ja. eigenlijk niet, en daar is doorbloeding voor nodig. Goede doorbloeding ja. die komen, ontstekingscellen aan komen, ontstekingsmediatoren aan, nou en die zorgen eigenlijk inderdaad voor het opruimen van de schade en die, ja, het begin van de adaptatiefase ja. en uiteindelijk zullen die eiwitten daar ook naartoe gevoed worden nieuwe ja. maar dan zeggen ze ja kijk als je nou op die manier zorgt dat die ontstekingsreactie met name minder wordt ja uh, ja dan zou het uh, misschien kunnen helpen voor een sneller herstel om weer snel opnieuw ja, in die 400 meter die, ja. of die heat ja. van het baanwielrennen klaar te staan. Want zo'n ontstekingsreactie is eigenlijk maar lastig. Ja. Is dat ook waar de spierpijn vandaan komt? Of ja, je dat waarschijnlijk wel. Ja, ja. Weet je, want het geeft bijvoorbeeld zwelling. Ja. Je krijgt, wat er ook gebeurt, is die bloedvaten gaan openstaan. En dan krijg je vaak, nou ja, mescellen, mescellen histamine bijvoorbeeld wordt vaak genoemd. We hebben volgens mij bij de allergische reactie hooi koorts wel eens over gehad. Ja, uh, er gaat in ieder geval vocht naar buiten ook. Ja. De bloedvaten worden wat lekker. Nou, dan krijg je zwelling van je, van je bloedvaten. Of van je, van je spiercellen. Spiercellen ja. Ja. Uh, eromheen. En dat, ja, dat kan activeren in ieder geval uh, pijnsensoren. Uh, of in ieder geval het ja. gevoel geven van. Spierpijn. En dat uh, wil je niet als je welling. over een uur weer een finale nee. moet lopen. Alleen, we weten inmiddels, en daar moeten we ook maar eens aflevering over maken. dat pijn is wel ja, heel subjectief ook. Wordt mm. In ieder geval kan flink overroeld worden door wat er uiteindelijk vanuit signalen die je naar je hersenen stuurt. en hoe je hersenen daarmee omgaan. Ja, dat geeft eigenlijk de pijnervaring. Ja. Wat in ieder geval ook met kou gebeurt, is belangrijk uh, te noemen, is. er ja, zijn wel aanwijzingen dat. Ook de geleiding van signalen, zenuwgeleiding, afneemt en belemmerd wordt. En dat kan dan mogelijk bijdragen aan het, ja, dat je minder pijn voelt. Exact. Op het moment dat jij lange tijd in kou zit. Ja. En eigenlijk ja, het doffe gevoel dat je voelt in, als jij in uh, langere tijd in een koud waterbad zit, want dat is het vaak wel. Uh, mm -hmm. Ja, je kan er even op, op, op je huid tikken of misschien slaan. En denk je, nou, ik voel weinig. Ja, dat is eigenlijk gewoon dat die, die, uh, de, de zenuwgeleiding uh, beperkt is. En daar kom je dus al een beetje tussen de, op de interactie tussen de fysiologie. Mm -hmm. Wat er gebeurt er in de spiercel en het koppie. Ja. Een van de dingen die wij eerder al leerden over kou... is dat we ook zagen, dat onderzoek liet zien... dat mensen die koud douchen minder verzuim op hun werk ja, hebben. En klopt. de, de aannemer daaronder is... Het maakt je natuurlijk in je kop wel sterk. Want ja. het is super onaangenaam. Ja. Uh, je zit er niet op te wachten. Dus op het moment dat jij dat aan kan gaan, dat je dat kan doen, geeft je dat enorme ja. mentale kracht. In combinatie met wat je nu schetst. Nou, misschien voel je ook even wat minder brandende benen. Mm -hmm. Zou dat natuurlijk heel erg mentaal kunnen helpen om je ook weer klaar te maken voor een nieuwe inspanning. Ja. Ja, nee, dat, dat je iets doet als nieuwe prikkel, als om wilskracht uh, te trainen. Ja. ja, dat is eigenlijk, als je de literatuur bekijkt, al al duizend jaar geleden werd dat beschreven, zelfs door Hippocrates, de, de grondlegger van de moderne geneeskunde. Ja. Die, uh, die deed het al om vermoeidheid tegen te gaan. Uh, Marcus Aurelius, de beroemde Romeinse keizer, las ik. Ja, die had zoiets van ja, je moet af en toe even uit je comfortzone uh, stappen. Uh, nou ja, eigenlijk, uh, de geschiedenis staat bol van verhalen van, nou ja, uh, geneesheren, keizers, uh, presidenten van Amerika, die al iets hadden van, we moeten af en toe de kou of een koud opzoeken, want het is goed voor lijf en leden. Ja, ja. dat dus. En, en dus zo, zo nieuw is het allemaal niet, maar het komt steeds met, met golven terug. Ja, er dan wordt er misschien weer een nieuw mechanisme aangekoppeld. Uh, ja, en dat... Ja. Dus we begrijpen nu wat er fysiologisch gebeurt. We hebben even aangeraakt wat het wellicht mentaal ook betekent. Ja. Dat is belangrijk om te onthouden. Want daardoor is er waarschijnlijk ook zo'n grijs gebied. Ja. Over werkt het nou wel, werkt het nou niet? Ja. Ligt er maar. Aan, maar je nou nou, kijkt. Er zijn best wel heel veel studies. Nou, ik vind wel, ik denk nou, 50 studies, minimaal al gedaan. Waarbij ze dus proefpersonen goed getraind uh, een zware inspanning laten doen. Allemaal mooi gestandardiseerd. En dan de ene groep. Eigenlijk in een koud waterbad uh, na afloop stoppen. En dat kan je. Ja, en dan kom je weer, hoe lang doe je dat? Hoe lang, hoeveel Wanneer koud, doe je dat precies, ja, doe ja, je ja. dat dan dagelijks? En dat vergelijkt met mensen die eigenlijk, en dat, heb, dat is wel een belangrijk punt, helemaal niks mogen doen met de beentjes omhoog. Nou, en... Ja, dat is een belangrijk punt, hè. Dus de onderzoeken kijken naar het verschil tussen koud water en geen herstel. Ja. Terwijl, ja, de doen, realiteit precies. is vaak, ja. ik heb stiekem jouw top voor top ja. te even gelezen, ja. dat natuurlijk mensen allerlei ja. dingen doen ja. van herstel. Actief herstel, uitfietsen, uitlopen, weet ik het Massage, allemaal. Massage, soms een, een, een warm bad. Ja. Uh, maar ja. Mensen, dat is natuurlijk, daar hadden we al in aflevering twee zoiets, waar zijn herstelmethoden... Uh, uh, zo populair, zo populair. Ja. ja mensen willen iets doen, ja. een atleet niets doen voelt ja. als, niets precies, doen. Ja. dus uh, nou ja, misschien herken jij dat ook. Uh, dat als jij als sporter dat je soms denkt, ja, doe ik niet te weinig of kan ik dat herstel ja, niet? Het is ook, het ik zijn ook rituele jurgen. Ja. Ik, wil, ik heb inderdaad naar zo'n race. Wil ik lekker in een warm bad? Ja. Want in dat warme bad dan denk ik ook, oh, dat is fijn voor mijn beentjes. Mm. want ik, ik wil juist warmte, want ik wil die. Adaptatieprocessen die moeten gaan beginnen, graag stimuleren. Ja, ja. Kom maar op met die warmte. Ja, uh, ja. uh, dan ben ik, snel, hè, want ik hoef niet dezelfde dag weer te lopen, maar ik wil van de week weer een trainen. Ja, ja. Um, en uh, dan lig ik lekker in bad natuurlijk op Strava en alles, alle data te bekijken ja. en alle appjes uh, te beantwoorden. En dan s'avonds een uh, herstelfrikandelletje nou, voor, de, <laughs> voor de eiwitten. Heerlijk. <laughs> ja, ja, je wil je wilt bezig zijn met herstel. Je ja. hebt iets van ja, ik ben <laughs> goed bezig met mijn herstel. Nou, dus nou, die studies uh, die laten eigenlijk ja, wel zien van dan worden mensen gevraagd, uh, nou in de uren na die inspanning, dagen daarna, op een schaal van 0 tot 10. En uh, nou, hoe voel je je qua vermoeidheid, hoe is je pijngevoel, spierpijn? Ja. En uh, ja, Zijn heb dus je alweer een maat. Ja. Hè? Dus ja. hoe, hoe ervaar jij het? Ja. ja En dan komt daar toch duidelijk consequent wel naar voren dat zo'n koud waterbad helpt. Om dat gevoel uh, eerder weer richting ja, ik ben hersteld te krijgen. Helder. Dus mensen voelen zich inderdaad minder vermoeid. Zeggen: Ik heb minder spierpijn. En uh, nou, ik ben klaar voor de volgende inspanning. Maar ja, dat is subjectief. Uh, en daarbij is ook wel, ja, misschien toch goed. Uh, uh, placebo kan hierbij een belangrijke rol spelen. Er zijn een paar studies gedaan. Die vind ik wel, uh, uh, wel interessant om te noemen. Ze hebben. In één studie hebben ze ook nog als derde optie, zeggen ze een normaal, nou ja, uh, bad 37 graden. En uh, hebben ze gezegd: Oké, okay, uh, we doen daar een beetje herstelolie bij. Hmm. En de atleet kon meekijken. En dat was gewoon een of andere paar druppels badolie. Ja, Deed ja, verder ja, ja. niks. Ja. En, gewoon te krijgen bij iedere drogist. Hè. Het staat gewoon ja. op die flesjes. Actief spierherstel. Ja hoor. En dat is natuurlijk ook met die studies. Hey, doe je mee met een koudwaterbadstudie om het herstel uh, uh, te bestuderen? Dan denken mensen, ah, die koppeling wordt al snel gelegd. Oh, ja. daar heb ik wel zin in. Uh, ja. Dan neem je mee. Maar dan kom je er eigenlijk achter dat er dus geen uh, verschil is met, met zo'n placebo-bad. Met een herstelolie erin. Dus ja, dat. Die correctie daarvoor Want toch die wel mensen belangrijk die is. in het, in het placebo-bad zaten, ja. die rapporteerden ook ja. minder spierpijn, ja. beter herstel. Ja. Exact, ja. exact, ja. exact. En dus dat is aan de mentale kant. Ja, uh, ja dat koud water wat geeft jou een beter voel. We hebben al vaker in deze podcast gezegd: placebo-effect. Ja. Heeft niet van niks effect. Prima. Is effect. Ja. Dan is interessant. Hebben mensen ook gekeken naar de, de wat er fysiologisch mm -hmm. gebeurt. Ja, er zijn een paar, een paar manieren om dat te doen. De spierschade meten, dat is uh, onder andere enzymen. creatine, kinase Hebben we ja. het wel eens over gehad? Hadden we hadden het in uh, twee weken ja. geleden in de aflevering Spieren over creatine. Spieren zitten uh, borden vol met creatine, kinase enzym. Dus op het moment dat spiercellen stuk gaan, dan komt de creatine, kinase lek naar buiten en dan kan je oppikken in bloed. Ja. En dat is inderdaad een goede marker voor, uh, voor spierschade. Nou, een andere zijn ontstekingsreacties. Kun je kijken naar allerlei ontstekingsmediatoren. Uh, en een derde is nog altijd, ja, uh, wat altijd bij herstel wordt gezegd, ja, dat melkzuur moet eruit. Nou ja, goed, laat ik het zeggen. Er wordt naar lactaat wel eens gekeken hoe snel dat verdwijnt uit spieren. Maar eigenlijk die eerste twee zijn wel de belangrijkste die uh, waarnaar gekeken is. Ja, en dan vind je eigenlijk geen enkel verschil tussen uh, een koud waterbad of niets doen of andere herstelmodaliteiten, uh, zoals een warm bad of massage of. Een actief herstel zelfs. Dus daarmee geef maar aan dat objectief gezien. er lijkt toch echt geen verbetering of versnelling van. nou ja, het opruimen van sowieso. het ontstaan van de spierschade en het opruimen daarvan. en uh, de grootte van onze. te zijn. En dat. Uh, waarom ja. zien we dan toch zoveel sporters dat wel doen? Ja, ik denk puur op het, toch het gevoel. Het gevoel, dat dat zeg, mentale dan, ja, aspect. Ja, want juist, en dan ga je denken: oké, okay, maar hoe zit het functioneel? Mm -hmm. En dan ga je kijken naar Ja, Daarmee bedoel je kunnen ze ook ja, precies, kunnen ja. ze hun spieren beter gebruiken ja, ja, na zo'n ja. koud waterbad? En dan weet je gewoon dus ja, en de dag daarna kun jij minder leveren, heb jij ja, de spieren zijn nog aan het herstellen, die hebben nog spierschade, dat is wat stukje aan het gaan aan ja. adapteren dat proces zeg maar. Nou ja, ja, en dan zie je eigenlijk dat dat ook niet versneld raakt door een koud waterbad en al helemaal niet als je het vergelijkt met met actief met de cooling down of, of massage of andere dingen. Dus ja, op die manier, het enige wat blijft staan is in, in het geval van een snel herstel in de dagen na of de uren na. Ja, dan Dagen het, of uren? Uh, allebei. Oké. Okay. Ja, dus uh, en dat is voor, voor Femke Bol. Nou ja, dan is denk ik, uh, moet ik even denken, want wat ze tegenwoordig ook wel kunnen proberen met meta-analyses te kijken. Hoe verhoudt zich nou het herstel bijvoorbeeld ten opzichte van actief herstel? Dat heb ik gevonden volgens mij dat één uur... Na een koud waterbad, dat inderdaad de spierpijnvermoeidheid minder is dan actief herstel. En dat is bijvoorbeeld uitfietsen. Ja. ja, en dat kan heel waardevol zijn voor, voor Femke. Dat ze denkt: ja, ik heb helemaal geen zin om, om uit te lopen of uit te fietsen. Uh, laat maar, ik wil even niks doen. En, uh, en nou ja, goed, het werd toch we maar niks doen. Naar nou, de little ja. rennen, badjes slepen, <laughs> ja. ijs uit de gang IJs, halen, en, ja, en zien uh, mij zitten en mooi, daar te gaan zitten. Mooie ja. foto op Instagram plaatsen en laat die media maar uh, maar lullen erover. Ja. ja. Uh, ja, dat is het eigenlijk toch het, het belangrijkste wat ik uh, kan vinden of vanuit, vanuit de wetenschap. Ja. Hey, en, en we hinten er al een beetje naar door ja. goed uit te leggen wat er gebeurt. Maar dan toch maar even stilstaan bij de vraag. Zitten er ook nadelen aan, aan herstellen met kou? Ja, en dat is ook wat Cas wat al een keer aan, aanhaalde. Uh, in zijn studies kijkt hij echt naar spieropbouw. Hè. Dat is eigenlijk van uh, het eiwit, gelabeld eiwit, wat je inneemt... Hoe snel komt dat uiteindelijk in de spieren terecht en zorgt dat voor de aanmaak van nieuwe spieren? Ja, en hij zei al: Ja, wij vinden dan dat dat vertraagd wordt bij een uh, na, na een koud waterbad. Ja, en dat zie je met name terug als je mensen trainingsprogramma laat volgen, Krachttraining vaak wel van een x aantal weken en ze dan elke keer na een krachtsinspanning of na de training even het koud water uh, laten opzoeken. Uh, en na, na die paar weken gaat kijken... oké, okay, wat is er met je spiermassa gebeurd? Uh, is er wat gegroeid? Uh, en heb jij meer kracht weten te ontwikkelen? Heb, is jouw trainingseffect uh, aangeslagen? Aangesla uh, ja, en dan zie je duidelijk dat dat uh, beperkt wordt... of tegengegaan wordt door het uh, koudwaterbad. Uh, dat is wel duidelijk gevonden voor krachtsinspanningen... duur of duurtrainingen minder of misschien niet... Aan de andere kant weten we ook wel, ja, dan is het een, natuurlijk een duurtraining waarbij niks aan kracht wordt gedaan. Ja, dat de moderne atleet, ook de duuratleet, toch vaak ook nog wel een, een krachtsessie uh, inbouwt in zijn ja. trainingen. Ja. Dus om nou te zeggen, nou, voor duur inspal, voor duuratleten maakt het niks uit, zover wil ik niet gaan. Maar het lijkt erop dat, nou ja, je ziet daar natuurlijk ook van uh, opgepompte spieren zie je toch minder uh, bij mensen die duurtrainingen doen. Ja. Maar het gaat natuurlijk ook om hoe je, hoe je, wat jij net uitlegt, je vertraagt je stofwisseling. Ja. En daarom maken we zo duidelijk dat onderscheid tussen adaptatie en herstel. Ja, ja, Die adaptatie is, is natuurlijk ja. meestal waar je voor traint. Het ja. is waar wij amateuratleten ja. het voor doen. Ja. Wij hoeven niet dezelfde dag nee. nog een keer te presteren. Nee. We zitten ook niet in een Tour de France om het de volgende dag nog een keer te doen. Ja. Ja. Dus... Wat mij dan groot verbaast, en ik vond nog... Het is leuk, dat uh, nou, maakt ook niet uit waar. Maar ik vond een, een iets wat oudere Runners World. Volgens mm -hmm. mij uh, kwartaal 4 um, van 2023. Stond ook een heel stuk weer over ijs en kou. Ja. Op basis van Christy Ashwanden Die van het boek oh, ja. van uh, ja. uh, artikel 2. Stond ook weer, niet doen! Ja. Dus ik, ben, ja. ik blijf me verbazen waarom over dat dan? al die ja. mensen daar toch weer, en, en van de week natuurlijk ook weer, over die uh, Bert Duinkerken die deelde een of andere hangout uh, zondag hmm. bij de Marathon uh, ja. van Rotterdam. Er even de, op de ijsbaden in ieder geval. Ja, stond uh, ook ja. weer iets met, ja. met wat, had, wat zat ja, er nou bij? Ja, er zit een van sponsor achter die je natuurlijk ijsbaden aanbiedt. Ja, ja. Uh, je waarom? Moet, je moet toch ergens een geld vandaan halen. Het ja. 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 slaat toch nergens ja. op, toch? Als ik het goed begrijp, of niet? Ja, als je het goed begrijpt zeker. Maar oh, eh, wat als Femke de... doet, misschien ja, dus ik, uh, je, ik kan natuurlijk vanuit als schrijver van Topsport Topics ook denken van hè, femke, lees, lees dat eens dus even of zo. Aan de andere kant geef ik daar ook het advies. Ik zeg eigenlijk, nou ja, als jij uh, het heerlijk vindt of belangrijk vindt, of het gevoel hebt als atleet, coach, trainer. Ja, ik moet klaarstaan voor de volgende inspanning en ik wil iets aan mijn herstel doen. En je hebt niks tegen kou, zoals ik zelf. Uh, je vindt het misschien heerlijk. Doe Ja, prima. Want het is wel, uh, het is wel vrij makkelijk. Je hoeft maar even naar inderdaad, de supermarkt te stappen. of in, uh, in het bad van je hotel te gaan zitten. wat ijsklontjes te hebben. Is wel dat ik soms denk: ja, uh, en dat is ook het makke wel van, van de literatuur. Je kan ergens tussen, nou wat wordt aangeraden: uh, 10 tot 15 minuten uh, bij. 10 tot 20 minuten bij 8 tot 15 graden. Dat zit heel veel range in. Ja. En, ja. en als ik naar het badje van Femke kijk, ja. eh, water komt met 4, 5 graden uit de kraan. Dan doet ze nog een paar M's' ijs bij. Ja. Dat is geen 8 graden. Denk ja, ik ik. Weet, Lijkt me ik, kouder. Ja, ja. mogelijk. Nou ja. Voor, uh... Eigenlijk dat maakt ook die conclusies heel lastig. En vooral als je al die meta-analyse, al die studies bij elkaar worden gegooid. Ja, de ene heeft 8 uh, minuten gedaan, de andere 12, de andere bij, uh, bij 10 graden, de andere bij 13. Ja, probeer daar maar eens chocola van te maken. Ja. Uh, ja, en, en dus, nou ja, maar met al, de, al deze kennis geloof ik ook niet dat er echt een optie voor ja, een atleet de optimale temperatuur en uh, duur moet zijn. Maar uh, ja. ja, goed, ik, uh, ik hou het dus uh, ja, nog steeds op uh, wat ik nu gevonden heb. Ja, en dat, is en dat advies puur het, is dus, het subjectieve. Ja, als ja. het jou mentaal een goed gevoel geeft, moet je doen. Weet je bewust dat je je adaptatie mogelijk ja. vertraagt. Uh, dus in principe doe het niet. Tenzij je een soort van denkt: dat maakt mij klaar voor de ja. volgende hit ja. ja, dat is het idee. Laten we zo met Guido daar ja. nog heel even dunnetjes dat over doen. En dan ook even inzoomen op dat andere onderwerp, ja. die cryotherapie. Ja. Want dat is ook nog iets nieuws. Ja. En dan weten vaste luisteraars al: wacht even, tussen het opzetten van de wetenschap en zoomen met vroemen. hebben we altijd een stukje luisteraarsinteracties. Dat zijn natuurlijk twee dingen. Ik heb, uh, het gaat goed met de vrienden van de show. Ik zal zo eens een mooie lijst nieuwe vrienden... Uh, uh, een podium geven. Maar eerst geven we een wat groter podium... aan een van onze luisteraars die zegt... hey, doe mij zo'n paar lekkere, snelle sokken... van Slimmer Presteren. Want ik wil wel eens vertellen... waardoor ga ik sneller met Slimmer Presteren. Sneller met Slimmer Presteren. Wat is één ding... waardoor jij sneller gaat... met Slimmer Presteren? Miep, miep. Beste Jurgen en Gerrit, hier een bericht van Frank uit Lissen. Alvast van harte gefeliciteerd met de 200e aflevering van de Slimmer Presteren Podcast. Het belangrijkste dat ik heb geleerd van jullie podcast is hoe fijn het is en leerzaam om samen te lopen. Via jullie podcast, Strava, de WhatsApp Communities hebben we samen wedstrijden gelopen. Het is een enorme verrijking voor mijn hartoptreningen. Ik hoop daarom met veel plezier en trots op 14 april met mijn Slimmer Presteren Podcast shirt de koolsingel op te kunnen lopen voor de laatste meters van de mooiste marathon. Enorm bedankt en nogmaals van harte gefeliciteerd. Ja, wat een leuk bericht van Frank. Frank ja. was er ook bij in Etelleur half jaar geleden. Hij gaat nu zondag mee naar Rotterdam in zijn shirt. Voor iedereen die nu luistert, doe mij ook zo'n shirt. Daar ben je, denk ik, wat laat. Want als je dat nu gaat bestellen, krijg je dat nooit meer voor zondag op de post bij je. En als je goed luistert naar de podcast, we gaan ook niet nog op zaterdag een nieuw shirt kopen en dat uh, in een marathon aandoen. Dus die moet je alsnog zeker bestellen in onze webshop. Maar dan maar lekker bij je volgende loopje aan. Maar aandoen. jij staat ook bij de finish, denk ik, hè? Met een uh, stapeltje shirts. Uh, daar was de de afgelopen... ik niet van plan, uh, <laughs> Ik kan een stapel sokken in mijn tas doen. Maar uh, de shirts, uh, die, die komen later. Um, ik zei het al, vrienden van de show. We hebben natuurlijk een beetje lopen hinten dat we zeggen... ja, we zijn 4,5 jaar onderweg. Frank feliciteert ons al met de 200e aflevering. Ja. Dat evenement vindt plaats op zaterdag 19 oktober. Ook daar kun je je tickets bestellen via de webshop. Uh, ben er vooral bij. En we zeiden ook een beetje... ja, ja dit is een fantastisch liefdewerk oud papierproject maar het mag zakelijk ook wel wat meer gaan renderen. Nou, dat lukt. We staan bij Management Teams op de Heidag... met onze sportieve quiz... Prachtig stukje infotainment. Je leert er wat van. Het is leuk en een mooie break voor jouw evenement. En er zijn meer en meer vrienden van de show. Ik heb maar liefst twee bladzijdes die ik even met je ga meenemen. Mensen die nu denken, wat is dat? Ga naar vriendvandeshow.nl slash slimme podcast. Net zoals Femke Date of Marike Eras of Douwe of Robin. Of Carlo van Velden, Tim, Heinz Kulpen. En veel van deze mensen zeggen ook. Wacht even, ik kan één kopje koffie per maand doneren, dat is 3 euro. Of in één keer een hele pot voor 33 euro. En als je dat snel rekent, dan uh, heb je dus ook nog een maand gratis in een jaar. Weet je wie het ook deed, Jurgen? Nee. Erik Schipper deed het ook. Kelly Tellingen, de mysterieuze M, deed het ook. Jan Veenstra deed het. Lars deed het. Sophie Schipper deed het. En ook Roelof de Jong. En nog een aantal, maar die bewaar ik nog even voor een uh, volgende aflevering. Kortom, het legioen van vrienden van de show wordt steeds groter. Die krijgen 25% in de webshop met de kortingscode die je vindt als je vriend van de show uh, donatie hebt gedaan. En toegang tot de exclusieve Slimmer Presteren Strava Club, waar uh, Frank Melotte net ook aan uh, refereert. Kortom, een hoop leuks. Als jij er nog niet bij bent, zorg dat je erbij komt en surf naar vriendvandeshow.nl/slash slimmerpodcast. Gaan we nu schakelen naar Guido. Vroemen. We gaan zoomen met Vroemen. Zoom, zoom, zoom. Vroom, vroom. Guido, hey, goedemorgen. Guido, goedemorgen. 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 We zoomen met Vroemen live vanuit de auto dit keer. Uh, onderweg. In stuur. We, we hangen aan je stuur. Uh, zit je de warmpjes bij, Guido? Uh, ja. ja. Het is hier uh, in de auto... Uh, 20 graden. Prima. Oh, lekker, lekker. Hé, hey, we hebben het over ijsbaden. En het fascineert ons hoe het zo moeilijk lijkt te zijn om wetenschappelijk daar iets uh, over aan te tonen, objectief. Maar we toch de hele tijd sporters zien. En onder andere natuurlijk Femke Bol afgelopen winter nog bij het WK indoor. Die erbij lijken te zweren. Uh, in jouw rol als coach van professionele en, en topatleten, Guido. Wat, uh, wat, is, wat zie jij onder jouw atletengroep met betrekking tot ijsbaden? Ja, dat ligt er een beetje aan hoe ze, hoe ze het willen toepassen. Of waarvoor ze het willen toepassen. Kijk, als je teruggaat naar Femke Bol. Ja, die moest op één dag twee keer een piekprestatie leveren. Dus die wilde eigenlijk niet zoveel pijn hebben in de benen. Mm. En die gaat daar in, in zijn ijsbad zitten. Ja, dan gaat de pijn in de benen toch wel een stukje minder qua gevoel worden. Dus dat is dan wel prettig als je nog een keer hard moet lopen. Maar de meeste van mijn atleten. Ja, die doen één wedstrijd op een dag. Ja. En uh, uh, niet nog een wedstrijd uh, uh, met, uh, over een uur later of zo. Dus je denkt: oké, okay, maar ik heb nu al zoveel pijn in mijn benen. Oh, ik moet daar wel wat zoveel mogelijk aan doen. Zodat ik nou ja, in ieder geval de volgende wedstrijd goed kan starten daarmee en, en volbrengen. Um, en dan kan dat wel helpen. Maar ja, um, eigenlijk heb ik dus dat soort. Uh, en um, uh, atleten die die wedstrijden meerdere op een dag doen, eigenlijk niet. Dus ja, dan doe ik daar ook niet zo heel veel mee. Nee, we hoorden onlangs van jou uh, van zo'n spectaculaire uh, mountainbike-format, waarbij ze wel uh, snel achter elkaar, geloof ik, een paar keer op dezelfde avond moesten. Oh, maar ja. goed, dat, ja. dat is niet gemeengoed, geloof ik, hè, onder jouw mountainbikers. Mm, nou, nee. Nee, nee. En eigenlijk heb je dan ook alweer is, is de tijd al ook wel weer te kort um, om, om even, een even in waterstab. een ijsbad te gaan zitten. Ah oh, ja. Dat ja. Krijg je dan ook weer. Helder. Ja. Hé, hey, dan hebben we nog één onderwerp nog niet geraakt, Jurgen. En uh, dat is ook een, een ander factsheet. Het ja. heeft te maken met kou, maar gaat over cryotherapie. Ja, wat is dat dan? Lijkt de hype al erover. Ja. Dat zijn eigenlijk uh, gespecialiseerde nou ja, centra, of in ieder geval, daar hebben ze vrieskisten staan of, of een soort cabines. Waar je al dan niet met je hele lijf instapt of alleen uh, met je lichaam en je hoofd komt er bovenuit. Een soort vat. Ja. Uh, dat is eigenlijk vloeibare stikstof die verdampt en die damp die is heel koud. Uh, en dan bereik je temperaturen van pak een beet tussen de min 110 graden en 190 graden. Oh. En mensen gaan daar ook een aantal minuten in zitten. En dat is oorspronkelijk bedacht als zijnde iets tegen reuma omdat het ontstekingsremmend zou zijn. Ja. Mm -hmm. Nou, inmiddels wordt dat gewoon aan. Volgens mij is het helemaal niet officieel als therapie al voor Rooyma, maar in ieder geval die, uh, het wordt aangeboden en mensen uh, ja, die betalen daar fijn voor om even ja, uh, tot rust te komen of te herstellen. En ook uh, topsporters, ja, die willen dat ook natuurlijk meemaken. Dus het loopt wat achter qua onderzoek bij. Maar uh, ja, er is best wel wat onderzoek ook naar gedaan. Ook voor een snelle herstel. Maar eigenlijk ja, komt het op hetzelfde neer. Het is wel zoiets van: ja, maar je denkt, hé, hey, maar ze zitten er korter in, maar lagere temperaturen. Ja, wat daar wel gebeurt, is dat eigenlijk de afkoeling van die huid misschien wel wat meer is. Hmm. Aan de andere kant ervaar jij: lucht voelt lang niet zo koud aan als water. Water geleidt uh -huh. kouder, dus veel sneller. Dus ja, de vraag is of je nou precies hetzelfde gebeurt op spierniveau... qua verlaging metabolisme of het afknijpen van de doorbloeding... of uh, uh, beïnvloeding van die zenuwgeleiding... Maar ja, nou ja, goed. Nogmaals, ook daar is niet heel veel uh, andere evidentie voor... Uh, dan voor, bij het de Kamerwater. Voor... Ja, precies. Ja. Ja. Guido, aan nou ja, zondag gaat Jurgen een marathon lopen en <laughs> wij zagen al dat er ook voor uh, de lopers in Rotterdam wordt er dit soort cryo uh, pakken aangeboden. Hoe zinvol of onzinnig pakken? is dat? Ja. En wat willen ze dan daarmee doen? Ja, dat je daar dus De volgende gaat... de na? De na. En, en dan zou het... Dan ben je, heb je een nieuwe benen. Ik weet het niet. Ja, dan kun je weer vlotjes uh, naar huis lopen of zo, denk ik. Iets in ja, die... nou ja, wel, waarschijnlijk heb je dan wel een korte termijn effect. Dat je denkt: oh, ik voel het nu minder. Maar ja, als, het, hè, als vijf minuten later de boel weer opgewarmd ja. is. <laughs> ja. dan zit het er natuurlijk diep in. Kijk, dat soort. Wat je al net ook al zei met, met die extreme koude erop. en, en koude lucht erop. en heel kort. Dat klinkt dan, denk ik, ja, het is heel hoge, heel lage temperatuur dan. Maar heel kort, ja, de, de indring, hoe diep dat indringt is natuurlijk heel beperkt. Hè? Mm. Als je natuurkunde hebt en je moet een massa opwarmen of afkoelen. Dat duurt gewoon heel lang voordat dat er indringt. Dus dat heeft tijd nodig. En de, ja, het effect is dan ook heel klein. Dus er zijn, ik denk dat er absoluut ook wel gezondheidsbevorderende effecten zijn als je vaak... Um, nou ja, in een, in, een, in een koud waterbad gaat liggen, waarbij je echt wel nou ja, je temperatuur ook verder laat zakken. En dat heeft te maken met, met bruin, vet, et cetera, dat soort zaken. Um, maar dit soort hypes, dat heel kortdurend even nou ja, afkoelen, en dan geeft dat op de huid een bepaald gevoel, wat, nou ja, wat misschien op dat moment al prettig is. Ik denk dat dat het enige voordeel is. Mm -hmm. Ja. Eens, ja. denk ik. Ja. Ja. Dus uh, jij kan er met rust hard aan voorbij lopen. Hoe je er uh, zonder rust bij loopt. Als je het leuk, vindt, ja. als het leuk vindt, ik zou zeggen, trek dat pak aan. En, uh, en voel het. En ja, ja je bent een gevoelsporter. Dus waarschijnlijk vind jij het <laughs> Dankjewel Guido. Eerst die marathon maar eens uitlopen. Hè, en dan, uh... Ja, 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 dan, ja. Wordt, dan wordt je pijnlijke gevoel in de bovenbenen. Aardig geprikkeld. Ja, dus ik zal hem niet van tevoren aandoen en dan in dat pak gaan rennen. Dat lijkt me niet zo'n plan. Ja. Nee. Kortom, uh, we zijn er volgens mij redelijk uit qua kou. Het kan iets met je doen mentaal, maar let vooral op dat als je in training bent en je wil adaptatie bevorderen, dan moet je eigenlijk wegblijven van de kou en uh, het zeker niet doen, toch Guido? Nee, daar sluit ik me bij aan. Inderdaad, weet je, als het af en toe een keertje doet omdat je het lekker vindt. En dat je, hè, weet je het prettig vindt dat soort dingen, ja, dan moet je dat vooral doen. Hè. Dat is zo... ja. Ik ben geen voorstander zijn, ik ga dat niet doen. Ik vind het helemaal niet prettig. Ik wil helemaal niet blijven als ik het koud heb, dus dat doe ik niet. Nee, precies. Hey, en uh, we hebben nog iets leuks voor iedereen die tot nu toe heeft geluisterd. En dat is namelijk, uh, Jurgen, straks is die marathon voorbij. Ja. Dan val jij natuurlijk in het zwarte gat. Zo. Heb je een nieuw doel nodig. Man, wat kijk ik uit naar dat ik weer eens <laughs> lekker kan gaan fietsen en zo. En ja. Dat soort dingen, ja, ja, precies. We hebben natuurlijk iedereen al uitgenodigd. Kom 1 juni lekker naar de Uilentoren lopen. Ja. Dat is een mooi nieuw doel. Maar we gaan ook weer triatlonnen. Mm -hmm. Nou, wil het geval. Iedereen die wel eens ook fietst en ook wel eens zwemt, luister goed. We hebben in Nederland nog één. Ironman race, namelijk de Ironman West-Friesland. Als mensen nu denken: wat Gerrit, neem jij het woord Ironman in je mond? Jij bent <laughs> er toch altijd wat sceptisch over. Ja, dat klopt. En dat hadden ze bij Ironman ook gehoord. Uh, en ook de gemeente Horen heeft dat gehoord. En dat is natuurlijk de hele reden waarom die ja. Ironman daar is. De Ironman West-Friesland is bedoeld om mensen naar de regio West-Friesland uh, te trekken en ze te laten zien hoe mooi het daar is. Dus, lieve luisteraars, we hebben een unieke mooie actie voor je. Namelijk, jij maakt kans op gratis deelname aan de Ironman West-Friesland 51-50, moeten we zeggen. En uh, dat wil dus zeggen, in, in Nederlandse termen... dat noem je dan een olympische afstand triathlon. Oftewel, dat is 1500 meter zwemmen, 40 kilometer fietsen, 10 kilometer lopen. Dus ook als je nog niet zoveel triathlon-ervaring hebt... is dat wel iets waar je in april ja tegen kan zeggen... om daar uiteindelijk 23 juni klaar voor te zijn. En wat uh, is het voorstel van uh, Ironman uh, West-Friesland? Nou, en eigenlijk van de gemeente Horen... Jurgen en Gerrit, ja. willen jullie bij ons meekomen doen? In ruil voor een raceverslag, zoals jullie dat uh, graag maken. Volgende week ook weer één, natuurlijk, over jouw uh, marathon. <laughs> ik zei, nou, daar moet je wel wat voor doen. Dus ik moet er onmiddellijk bij zeggen, dit is een betaalde samenwerking. Want, we zeiden, dan willen we ook luisteraars meenemen. Nou, daar komt-ie. We hebben niet alleen twee tickets van onszelf gekregen... maar ook twee tickets voor twee luisteraars van de Slimmer Presteren podcast... Inschrijving voor de Ironman 5150, oftewel dus die Olympische afstand triathlon, is maar liefst 115 euro. Kortom, en ook wel geinig. Ik heb ook even met de marketingafdeling van Ironman gebeld, Ironman Europe. Ik zei dat ook. Ik zei: jongens, ik ben best wel sceptisch over het prijsniveau wat jullie durven te vragen. Waarop de marketingmevrouw uh, tegen mij zei: Gerrit, ga maar meedoen. Jij zal wel herkennen. Waarom, waarom wij dit soort tarieven Oeh. kunnen vragen en de kwaliteit die we daarvoor neerzetten. Champagne na afloop, caviar. We, we, oh, we gaan het ervaren, ja. Jurgen, we gaan het ervaren. En twee van onze luisteraars mogen mee. Nou, wat moet je daarvoor doen? Niet heel creatief. Gedurende de maand april, dus je hoort dit nu, het is uh, 12 april, als ik het goed zeg, of uh, een van de dagen daarna. Ga in de maand april een post maken op ofwel Instagram ofwel Strava. Daarin moet je ons taggen, want anders zien we niet dat jij die post hebt gemaakt. Dus oftewel je gebruikt @slimmerpodcast Slimmer Podcast in je post, of je doet het Slimmer Podcast Club in je post. Dat kan alleen. Als je er lid van bent, moet je dus vriend van de show worden. Dan maak je een post waarin je beschrijft dat je graag mee wilt doen aan die Ironman West-Friesland. En waarom? Of nou, maak er iets leuks en creatiefs van. Want dan gaan wij uiteindelijk uh, op... 30 april, 1 mei. Op 1 mei gaan we die post op een rijtje zetten. En dan heel flauw, heel simpel. De post die op dat moment de meeste hartjes of de meeste duimpjes heeft. Die uh, twee win mensen winnen een gratis inschrijving voor Ironman West-Friesland 5150. Toch? Ja. Zullen we het zo doen? Benieuwd wie ik tegenkom daar. Leuk. Ik ben ook benieuwd wie er meegaat. Uh, de mensen die de mailinglijst volgen. Die vinden ook dat als jij ook meedoet aan Ironman West-Friesland. Maar misschien niet gratis. Maak in ieder geval kans op een gratis Slim presteren shirt. Dus uh, dat kan alleen al een reden zijn om naar onze website te gaan en mee te doen. Dus uh, Guido, leuk nieuw, uh, le leuk nieuw doel. 23 juni en uh, 5150 triathlon. Voor jullie, ja. Ja, leuk hè? <laughs> Ja, ja uh, niet voor jou. Ik dacht, jij zit al meteen. Uh, ja, hij zit al te posten. Te en posten en, uh, daar. Te ja. ja, exact. Okay. Hé, hey, we gaan hem afsluiten. Ja. Uh, genoeg over ijsbaden, we gaan doorschakelen. Volgende week kun je dus verwachten: race review van jouw marathon. Oh, ja, race, Rotterdam. race. Vind ik een groot woord. Terugblik, hè? terugblik, ja, terugblik. Terug. terugblik okay. Samen met misschien leuke bijdragen van alle luisteraars die uh, meedoen. De week daarna gaan we een verslag uh, brengen van ASM. Ja. We gaan weer naar de Masters of Movement. Dit keer over knieblessures bij voetballers. Voetbalsters ja, ja. vooral hè. Blessurepreventie. En de week daarna gaan we het hebben over. Uh, uh, oh ja, in onze serie naar Parijs. Hmm. Heel goed. Kortom, een aantal leuke afleveringen, een aantal funky, funny formats komen eraan. Heb jij nog tips of suggesties? Ga ons dan volgen. Podcast op Instagram of Slimmer Presteren Podcast op LinkedIn. Je kan ons ook vinden op www.slimmerpodcast.nl. Vind je van iedere aflevering een eigen pagina, kun je pakken, kun je delen. Of je kan ons mailen via postslimmerpodcast.nl. Voor al jouw suggesties, waarnemingen, vragen of wellicht uh, ideeën voor evenementen waar je ons ook aan mee wilt laten doen. Tot zover. Guido, goede reis. Dank voor je tijd. Jurgen, ja. tot volgende tot, week. Uh, en volgende heel week. veel succes Dankjewel, zondag ja, in ja, Rotterdam. Ik sta langs de kant. <laughs> Dank je wel. Jo, hoi. hoi. Ja, je bent er nog. Wat een doorzetter ben jij. Deze aflevering ook helemaal tot het einde beluisterd. En dan krijg je natuurlijk nog een tip uit ons rijke archief van meer dan 175 afleveringen Slimmer Presteren podcast. Jurgen, we hebben het gehad over brrr, ijsbaden. Ja. Als mensen nog Niks eens even verder dat onderwerp ja. in willen. We hebben veel afleveringen aangehaald onderweg. Welke specifiek willen wij even opwijzen? Dus dat is denk ik wel leuk. We hadden het over actief herstel. Mensen denken dan aan een cooling down. Daar hebben we in aflevering 61 over gehad. Ja. En daar verwonder je toch ook wel wat eruit. De komt. Ja, nut en noodzaak van cooling, cooling down. Wat moet je zeker wel, zeker ja, niet doen? Ja. Ga maar eens luisteren. Aflevering 61. Uh, nog eentje erbij? Nou, doe eens. Uh, ik vind ook aflevering 121 over het sporten in de kou. En nee. juist hoe, ja, hoe, hoe de mens reageert op kou. En of je nou kou kunt trainen. Ja of nee, hoe daarmee om te gaan. Ook heel interessante bevindingen. Boeiend. Dus als je nog een training te gaan hebt, dan kun je even doorschakelen en uh, op naar een andere... Leuke, slimmer presteren podcast-aflevering.